Een hele goede morgen. Welkom bij nieuwe Ups and Down. Ik heb heel eventjes de kindjes aangekleed. En we gaan nou even naar de winkel voordat al het geknal begint. Want ja, hier in Den Bosch knallen ze gewoon. En nee, ik weet niet waar het allemaal vandaan komt. Oh, dat is me wel gevallen. Ik moet even naar de apotheek toe. En ik moet eventjes naar de winkel toe en ik moet eventjes bij de Action zijn. Dus ja, dat zijn de dingen die ik moet doen. Oh, en ik moet even wafels wegbrengen naar Milo. Milo heeft momenteel de waterpokken. Zoontje van Bianca. En dat is mijn neefje. Ja, in ieder geval, dan moet ik even wafels heen brengen, want dat heb ik beloofd. Dus dan ga ik dat doen. Nou, ik ben naar de winkel geweest, toch? Hoepoe. Het was niet heel druk of zo, hoor. Ook niet. Gelukkig. Dus ik ben op tijd geweest. Maar Jezus Christus. Ik had wafels voor Milo meegebracht, zodat ik die even af kon gooien. Ja, man, ik zit helemaal onder de waterpokken. Maar ja, die had ik dus meegebracht. Toen kwam ik maandag bij de apotheek tegen. Ik zeg, hier, dan geef ik die af. Nou, echt, Manuel stapt die auto in en Liam begint me toch te schreeuwen en te doen. Ik denk, oh, daar heb ik weer, hè. In heel die apotheek alles bij elkaar geschreeuwd. Daar was het er niet mee eens. Dus, ja, toen zag hij, want het is dicht bij zijn schooltje. Toen zag hij dat, dat we ook niet naar zijn schooltje gingen. Nou, ik zeg, weet je wat? Ik bel tante Bianca wel even op. Dus ik heb Bianca opgeweld. Ik zeg, kom even zwaaien, want ik word gek van dat gezin. Dat was goed. Toen waren we allemaal weer vriendjes. Ik heb watermeloen gehaald. Dat vindt Liam heel lekker. En dan ik even nou fruit maken voor de kinderen. En dan, ja, fruitje geven. Joef, ik zou het niet doen. Ik heb in ieder geval wel mijn boodschapjes binnen. Dat dan weer wel. Jezus Christus zeg. Wat kom je doen, Sam? Mama is fruit aan het maken. Hé! Hey! Even oplossen. Zo, Liam zit voor straf in zijn stoel. Ik had het kastje omgetrokken. Dat is daar niet zo heel erg, maar toch. Dat is niets wat je wil. Och ja. Kinderen, brengt ze maar groot. Daar zit hij in zijn stoel, zodat ik eventjes mijn fruit kan maken. Kindjes liggen al even in bed. Joefie is bang voor het vuurwerk. Hé, meisje? Ben je een beetje bang, hè? Dus ik heb ze bij mij bij de bank neergelegd. Ja. Straks was ook vuurwerk en toen ging ze voor het kind zitten. Sam die zat hier op de grond en dan ging ze ervoor zitten. Zo van, als het in de buurt komt, dan ben ik er hoor. Maar ze is hartstikke bang ervoor. Echt zo zielig. Hé meisje? Ben je een beetje bang, hè? Ja. Dat is mijn meisje. Ze is mijn meisje, hè? Ja, het is weer vuurwerk. Onze veldmuis. Ja, kleintje, hè? Ik heb het een tijdje geleden met mijn moeder erover gehad voor een verzwaringsteken. En ook tevens met mijn vader natuurlijk. Hoe en wat en wat slim zou zijn. En ik heb het natuurlijk ook met de fysio erover gehad. En ja, Jordi heeft natuurlijk slaapproblemen in verband met zijn buik. Wat is verstandig, wat is niet verstandig? Nou is het zo dat je 10% van je lichaamsgewicht moet hebben voor een verzwaringsteken. Dat de beste manier zou zijn. Nou is Jordi bijna 19 kilo. Dus dan zou je 1,9 kilo moeten hebben aan een verzwaringsdeken. Nou, die vind je dus nergens. Nou hebben we een verzwaringsdeken van 2,3 kilo gevonden.
We gaan gewoon vanavond eens kijken of het iets voor hem is. Want die is besteld. Die hebben we nou binnengekregen. Mijn ouders die hebben die cadeau gegeven aan Jordi. Dit ook omdat Jordi... Het zit zo. Liam en Sam, daar weten ongeveer van. Dit is wat je als cadeau kan geven. Bij Jordi weten we het gewoon niet. Dus ik zeg altijd tegen mijn moeder, wacht er even mee. Hou dat geld even apart. Als ik iets nodig heb voor Jordi, dan meld ik me. En zo was het in dit geval dus ook. Dus deze heeft hij van opa en oma gekregen. Omdat, hij had nog wel openstaan wat hij mocht hebben. Dus, bij deze heeft hij dit gekregen. Dus we gaan daar vanavond dus mee aan de slag. Het zal wel eventjes duren voordat het helemaal goed werkt voor hem natuurlijk. Maar, we hebben hem nu. Dus we gaan het gewoon uitproberen. Hij is wel iets zwaarder dan, maar ja, die paar honderd gram. Ja, ik weet niet of dat heel veel uitmaakt. Het kan best zo zijn dat dat zo is hoor. Maar we gaan het gewoon proberen. En we gaan het gewoon testen. Want weet je het niet, dan kun je er ook niks mee. Dus vandaar dat we dat gaan doen. Joef is nog steeds heel bang. Door het geknal was er hier iemand al wakker geworden. Ja. Grote vent. Ja. Ja, doe je vertellen. Moet je vertellen. Ja. Ben je knap vent, hè? Je bent een knappe vent. Ja, je bent een knappe vent. Wil je teentje laten zien? Zeg maar, ik heb schattige teentjes. Ja. En ze zijn ook nog lekker ook, want ik doe ze ook wel eens in mijn mond. Op dit moment zit Sam in bad. Ja. 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 En jij gaat zo in bad, hè? Ja. Lekker met een frisse kont weer een nieuw jaar in, zeg maar. Ja. Kindjes liggen op bed. Weten niet of ze gaan slapen, maar ze liggen op bed. Liam slaapt, of Sam slaapt wel al. Wij gaan hier nu eventjes opruimen enzovoorts. En dan lekker avond vieren. Alles is aan kant. Oliebolletjes, die zitten in de oven. En wij gaan lekker bankzaken en beleggingen doen. Joef is echt heel erg bang. Is echt zielig. En we hebben de televisie daarom ook harder staan. Ik heb de droger ook aanstaan. Want ja, ik had toch was die gedroogd moest worden. Dus dat is dan weer een positief iets. En verder gaan we lekker bankzaken doen en niks doen. Proost, hè? Proost. Jee. Lekker smullen. Hey, Harry Potter. Dat is niet om mee te zwaaien, hè? Dat is een bot voor Joef, hè? Nee, je kan Joef ook niet betoveren. Ja, ik zeg het echt. Je moet niet met die stok zwaaien. Die is voor Joefie. Ja? Kun je me zo aankijken? Nee, ik kan ook niet meer marionetten. Geef mij Joef, Sam. Oei. Doe Joefie blaffen, hè?
van de vuurwerk. Ja, je hoeft pakken bot maar. Anders gaat hij ermee toveren of marionetten. Kun je het nou wel niet volhouden, papa? Nee. Oh, je wordt oud. Oké. Sammy is nog steeds wakker. Die wil nog niet slapen. Maar we hebben wel wat lekkers. Hè, papa? Dit is tonijnsalade. Zalmsalade. Kipkerriesalade. Kipsaté. En eiersalade. Heb ik allemaal zelf gemaakt. Dit heb ik niet zelf gemaakt, maar wel mooi netjes in een bakje gedaan. En dit heeft Niels gedaan. Liam was wakker geworden. En dan zijn we naar het vuurwerkje aan het kijken. Maar hier is nou niks meer, hè? Is het mooi? Hé, hey, is het mooi? Ja? Oh, jij kan het heel goed zien. Ja, is het mooi? Ja? Moet je hier gaan staan? Veel beter zien. Wauw. Mooi, hè? Ja. Ja. En we zijn nog steeds vuurwerk aan het kijken. Ja, wauw. Vind je mooi, hè? Ja. Ja. Boom. Dat was een boom. Kijk, daar nog meer vuurwerk. Ja. Je laat je naar angstgeetjes. Nou, je bent gewoon jong aan het verrassen, jij. Jongen. Wauw. Nog meer vuurwerk. We moesten toch knetteren in het nieuwjaar. Ja, dat is waar. Knetteren in het nieuwjaar, ja. Ja, zeg je nou dag tegen de mensen. Zeg maar tot morgen. Zeg maar doei, tot morgen. We moeten zwaaien. Oh nee, tot straks. Want het is al morgen. Een hele goede morgen. Het is 1 januari vandaag. Iedereen gelukkig nieuwjaar. Wij gaan lekker ontbijten alsof het zondag is. Ja, feitelijk is het zondag, maar officieel ja, in ieder geval. We gaan lekker ontbijten. Ik heb al het ontbijtje klaarstaan. Niels heeft mij laten uitslapen vandaag, dus ik was later wakker. En hij is nog even Sam aan het verschonen. En dan gaan we lekker met z'n allen aan tafel zitten. Oké. Okay. Mijn vaatwasser is kapot gegaan. En nu moet ik gaan afwassen. En dat is niet erg. Maar we hebben ook al een nieuwe besteld. Dus don't worry. Dat is allemaal geregeld. Maar ja, dat betekent dus dat ik nu moet afwassen. Dus dat ga ik even doen. En dan ga ik de kerstboom aftuigen. En Niels is ondertussen dacht aan het kijken. Kindjes liggen in bed. Dus ik ga heel eventjes mijn dingetjes doen. Dag kerst. Hallo meer ruimte. Ik heb daar ook alles van kerst weggehaald. Dus de kerst is uit huizen. Wel tevreden. En ja, gelijk even opgeruimd. Straks even stofzuigen. En dan is het weer klaar. Maar dat doe ik wanneer alles en iedereen weer op bed ligt straks. Of Niels doet dat. Dat kan natuurlijk ook. Ligt er maar net aan wie er op dat moment tijd heeft. Hé Niels? Maar goed. Jordi is wakker.
Jordi is wakker. En de rest slaapt nog. Liam is ook wakker. En Sammy is ook wakker. En Liam gaat nou voor het eerst een oliebol proberen. Wat is er? Moet je zo doen, zo. Dan doe je. Wat vind je ervan? Jordi krijgt ook van papa oliebol. Jordi lust het wel hoor, dat weten we zeker. Alleen of hij er zin in heeft, dat weten we op dat moment nog niet. Wat vind je ervan? Vind je het lekker? Nee? Vind je het lekker? Volgens mij wel. Kom maar pakken. Kijk. Kom maar happen. Vind je het niet zo lekker? Meestal als je het teruglegt, vindt hij het niet zo heel lekker. Ja, die is van Sam. Dat heb je helemaal goed. Ja, die is van Sam. Hij heeft liever een wafel. Dus dan krijgt hij wafel. Meester Liam, doe je mama even uitleggen hoe dat het werkt, jongen? Ja, doe je het even uitleggen? Oké. Ik pap je wafel op. Hij had geen zin in iets. Nou ja, prima toch? Oeh. Maar lekker krijt die jongen. Hè? Oh. De twee jongsten liggen al in hun nest. En papa is nu Jordi de fles aan het geven. Dan krijgt Jordi daar een schone pyjama aan. En dan gaat hij lekker naar bed. Ik heb al de boel aan kant en afgewassen. Dus dat heb ik al gedaan. Nog heel even een beetje opruimen. En dan ga ik eventjes lekker me-time doen. Want ik ga mijn nagels doen. Ja, dat ga ik doen. Een hele goede morgen. Ik ga zo met Liam naar de winkel. En we nemen mee Jordi zijn buggy. Want anders moet ik allemaal met gaan showen en zo. Nou, daar heb ik allemaal geen zin in. Liam gaat met me mee. Liam kan daar ook in. Dus dat is een voordeel. Jordi is daar aangekleed. Hij heeft een nieuw trainingspak. Joggingpak, hoe je het ook wil noemen. Zo schattig. En hij vindt ze ook nog lekker zitten ook. Sam is nog niet aangekleed. Sam die gaat nergens heen. Sam blijft. Maar Jordi was doorgelekt, dus we hebben hem maar gelijk even aangekleed. Sam gaat dadelijk nu in met zijn vuitje. Ja, Sam die gaat dadelijk ook nu met zijn vuitje. Ik ga schoenen aandoen en dan ga ik even naar de winkel met Liam. Terug van de winkel ben ik gelijk fruitje gaan maken. Toen zijn de peetoom en tante van Jordi nog eventjes op bezoek geweest. En nu zijn ze lekker broodje aan het eten. Sammy ligt al op bed, want het liep allemaal uit. En het manneke was hartstikke moe. Dus die is dat gaan doen. En zo dadelijk gaan deze andere twee de ratjes ook naar bed. En Niels gaat dadelijk boven aan de gang. Met opruimen en dat soort dingen op zolder. Van alles doen. En ik ga dan beneden dingetjes doen. Hier wil iemand niet slapen. Die. Niels is boven bezig met van alles. En ik ga zo even de keuken opruimen. En verder super veel doen. Ik heb geen zin in. Nope. Weet je wat trouwens wel fijn is aan de lockdown? Ik kan niet naar de kapper. Dus alles blijft groeien, groeien, groeien. Hier maak ik een zakje voor de koek. Dan ruim ik de koekjes al op. Ik kan daar de vaatwasser om. Ja, dat is goed. Vaatwasser komt dadelijk. En Niels is aan het opruimen. Nou mensen, de vaatwasser is er. En Niels gaat hem nou plaatsen. Ja, dat komt op. Dat is Niels. Oh.
Jij was toch de meest slimme vent die ik in mijn huis had? En deze vond ik niet zo verstandig. Nee? Liam liep met de schaar om. Ja, dat is lastig met kinderen. Ja. Maar die moeten we bewaren. We hebben zelfs drift gekregen. Ja. Hier blijven, vriend. Nee, die deur hoeft niet dicht. Kom. Liam. Ik moet hem registreren. Ja. Liam is net zoals papa. Die is ook zo nieuwsgierig. Ja, ja. Liam, kom. 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 Ja. De... Ben je niet blij, Jordi? Omdat Sam bij jou loopwagen is. We hebben het even afgezet. Staat de rem op zijn stoel? Zo, die remmen staan wel. Ja, wat ga je daar nou doen, hè? Niels die ligt boven bij Jordi in bed. Die is even aan het voordoen wat je moet doen in bed. Ik ben van alles aan het doen. Ik heb dit hier helemaal schoongemaakt. En fornuis schoongemaakt. Ik ben bakjes aan het vullen. En nou, ik ben van alles in ieder geval aan het doen. Ja, dan is de avond weer bijna ten einde. Ik heb ook al brood en fruit en zo maar voor Jordi klaarstaan. Dus die kan morgen ook gewoon weer met een gerust hart naar school. Ik ben moe. Maar ja, eerst eventjes deze dingen allemaal afmaken. En dan kan ik ook lekker een beetje toe. It's alive. Maar wacht. Ik bedoel die. Niels die had hem in slaap en die had eventjes met hem geslapen. Ja, voor de derde keer. Toen is Niels naar beneden gekomen. Toen heeft hij eventjes mij geholpen. En wat hoorde je? Ja, toen hoorde ik hem huilen. Ja. Dus we hebben hem net even geholpen met poepen. Maar ja. Hij kan niet zonder papa en mama. Ja. Maar goed, het is zoals het is. Ik blijf nog heel even met hem opzitten en dan gaan we met z'n allen naar bed. Kom mee. Want hij is wel heel moe en hij is nu vrolijk. En lekker bij papa. Mijn papa, ik was bezig. Ik denk dan dat ik een beetje warme melk ga geven, hè? Papa's baardje kriebelen. Wat, toen zag je iets nieuws. Ik ging nu met zijn lippen aan mijn baardje voelen. Ook nog? Ja. Dit kind verzint het. Ik dacht dat ik met hem bijten. Ja, dat doet hij wel af en toe. Dus dat is wel gevaarlijk. Oké, en we gaan zien. Hij gaat hier van de bank af en gaat er daar weer op. Doet die even, hè? Die naap. Wij gaan nog heel eventjes zo met Jordi zitten. We willen jullie nog wel heel eventjes de... Beste wensen wensen. Precies. Gelukkig nieuwjaar. We hopen dat jullie allemaal goed oud opnieuw zijn doorgekomen. Wij wel in ieder geval. En bij deze gaan we dus deze upsilon afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.